Beste dirigent, ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik ben componist. Toch zul je mijn werk vaak niet in een muziekhandel zien liggen. Mijn composities die zijn vaak lastig om precies op papier te zetten. Want ik hou ervan om directe samenwerking aan te gaan met de orkestleden, de leden van de band of het koor. En het is al misschien een jaar of 10 dat ik veel met vocale muziek aan het werk ben gegaan. Vaak nou met solisten heb samengewerkt of met koren een soort processen ben aangegaan waarin de koorleden zelf ook een actieve bijdrage aan het scheppingsproces van de compositie leveren. En een heel belangrijk resultaat is het project Resonance. Dat is een paar jaar geleden begonnen met een groot project in de Martinikerk. Daar hebben toen 400 zangers aan meegedaan. Die stonden verspreid door de kerk. Duurde ook 4 uur. En de klanken, de muziek kwam van alle kanten. Als componist heb ik van allerlei dingen heel precies vastgelegd. Bepaalde precieze regels gemaakt. Een aantal solisten hele precieze noten gegeven. Maar ook heel veel vrijheid gegeven. Dus een soort afwisseling tussen mee improviseren, meedenken, meecreëren en het heel strikt uitvoeren van een concept. Nou, dat was voor het publiek een ongelooflijk bijzondere ervaring. Mensen konden rondlopen, de muziek kwam van alle kanten, begon soms heel subtiel, heel geleidelijk, soms was het immens. Het publiek deed soms stiekem een beetje mee en dat was eigenlijk wel mijn bedoeling. Want ik probeer concerten te organiseren waarbij het publiek zich echt vrij voelt. En waarbij je de muziek in eerste instantie echt ervaart. En dus niet van een afstandje kijkt of luistert naar een mooie show. Maar echt meemaakt hoe het is om midden in die muziek te zitten. Nou, met Resonance gaan we nu een nieuw proces in. En daar wil ik jou voor uitnodigen. Ik wil dirigenten met hun koren uitnodigen om mee te doen aan een experiment. Op 6 juni, ik breng mensen samen in een hele grote locatie waar heel veel galm is. En in de middag gaan we daarin in verschillende soorten workshops met elkaar werken aan het samen creëren, het samen bouwen van hele mooie harmonieën, mooie klanken, mooie structuren. En dan in de avond volgen we een schema waarin die verschillende ideeën, die verschillende compositiestructuren allemaal langskomen. Dan is het publiek ook welkom. Dan maken we dus een experimenteel concert. En zo kun je in één dag eigenlijk meemaken hoe je op een hele nieuwe manier misschien samen wat kan creëren. Nou, er zijn dirigenten en koren die daar veel tijd voor hebben, die bijvoorbeeld nu al aan de slag willen. Daar heb ik wat materiaal voor. Zaken heb ik gecomponeerd. Er zijn ook koren die zeggen, oh, we zijn super druk. We vinden het leuk om die dag er te zijn, maar we hebben eigenlijk geen tijd om voor te bereiden. Ook dat is mogelijk. Ik hoop dat je interesse hebt om mee te doen. Ik hoop dat je het spannend vindt. Ik hoop dat je het avontuur aan wil gaan met mij en alle anderen die zullen komen. En ik hoop dat je je op wil geven voor 6 juni.